Yo mensen! Ik ben momenteel in Amsterdam, zoals je ziet. Het is super stormachtig. Het waait super hard, dus ik weet niet eens of je me kan verstaan. Maar ik ben dus in Amsterdam voor een... Ja jongens, sorry, ik weet het. Niet zeggen waar ik heen ga en dat dan wel laten zien in een vlog. Dat is weer zo stom. Maar goed, ik loop dus nu in Amsterdam. Ik heb mijn afspraak over 9 minuten precies. Het is denk ik wel belangrijk. Ik weet ook niet helemaal precies hoe en wat. Maar stel ik mag nou wel wat vertellen, dan vertel ik dat aan het einde van deze vlog alsnog. Dus wie weet. In ieder geval alvast een duimpje omhoog als je denkt dat deze vlog leuk wordt. En oh ja, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe Cine vlog. Nou jongens, ik ben klaar. Ik was net op tijd, maar het was wel vet. Ja, ik kan ons nog niet zeggen wat er nou was, dus ja, sorry. Nou, ik loop nu random in Amsterdam. Ik weet niet precies waar. Ik ga zo meteen door naar Zaandam. Ga ik opnemen, filmen met Lisa Vundrink. Mocht jij haar nog niet kennen, link staat uiteraard in de beschrijving. Dat wordt vast heel leuk. Dus ja, op naar Zaandam. Oké, ik zeg niet dat ik verdwaald ben in Amsterdam ergens. Maar ik denk toch wel dat ik een beetje verdwaald ben eigenlijk. ik heb geen flauw idee. Ik ben echt niet. Slechtste idee ooit om in Amsterdam rond te gaan lopen zonder dat je enig idee hebt waar de bushalte is. Oh my gosh. Nou, ik sta nu eigenlijk op Amsterdam Centraal. Nou, ik zit nu in de trein, maar tot nu toe gaat deze dag niet echt bepaald soepel. Vandaag is een super stormachtige dag. En letterlijk driekwart van alle treinen rijden gewoon niet. Ik zit nu in een of andere trein. En ik hoop dat ik uiteindelijk uitkom in Zaandam. Zou wel fijn zijn. Nou, ik ga even genieten van mijn rust. Nee. Lachen. En opeens sta ik in een roze kamer en where am I? Ik sta hier namelijk in de kamer van Lisa Lisa. Vundervink. Nou, we gaan dus zo een echt versus nep filmen. Daarin gaan we dus een product testen van een echt merk en zeg maar een vergelijkbaar product, dus hetzelfde product, maar dan van een nep merk, zeg maar. We gaan van die Liga koekjes. Echt super lekker. Dus dat gaan we opnemen en dat wordt hartstikke leuk en ik heb best wel honger, dus dat is... Die regen ook echt. Maar goed, jongens, kijk. Nou, hier, camera, lamp en nog een lamp en poes. Weer liggen hoor. Best leuk. Willen jullie mijn poes zien? Dit is mijn poes. Sexy, hè? Oh, ik weet nu een hele leuke titel. Meisje laat poes. Ah, oh, wat cute. Yeah. Doesn't matter if you're black or white. Do, 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 do. Cause you're black and white. Oh, ze gaat die koekjes eten. Nou jongens, we zijn in de opnameset. En daar is Lisa... En we gaan nu even kijken of het shot een beetje goed is en zo. Even checken, controleren. En dan gaan we opnemen met koekjes. De lamp is kapot. Ja. Lamp 1. Oh. En ik kreeg allemaal schokken net, want hij staat nog aan. Nog een leuke titel. Opnames gaan fout, lamp ontploft en meisje krijgt schokken. Bob de Bouwer. Tuk even. Ja, maak wat loopt die nog, mijn camera? Oh ja, de camera loopt nog, ja. Boycott. Nou, ik denk dat we een foto hebben. Ik hoop het, ik weet het niet.
Nou, video opnemen was leuk. Ja, lachen. Ik heb cookies gegeten voor de camera en dat vinden mensen leuk om te zien. Oh ja, en ik zit helemaal onder de konijnenharen, want ik had net een konijn op me en... En we gaan nu nog een video opnemen voor het kanaal van Lisa. Een echte Q&A. Dat heb ik ook al lang niet meer gedaan. En daarna ga ik ook nog een grappig gezien film maken. Een soort sketchachtig iets met een... Het zijn van die knuffeltjes. Echt super schattig. En die hebben een hele grote ogen. Daarmee gaan we wat opnemen. En ik heb trouwens een nieuw outfitje aan. Kijk. Showway. Hey, dan heb je nog het Liga dingetje. Leuk. Leuk. Want anders denken mensen dat we het in één dag hebben opgenomen. Wat ook zo is. Maar dat weet niemand. Behalve als je deze video ziet, dan weet je dat het gewoon allemaal fake is. Nee, niet fake. Fake maar gewoon prank. Allemaal gewoon één dag gefilmd. Want ik heb ook nog precies hetzelfde aan als wij doen ook aan fake video's, jongens. Nou, het filmen gaat nog verrassend goed. Op zich wel een grappig dingetje, want zo'n knuffeltje is echt heel grappig. Maar wat heb je mooie sticker daar trouwens, daar zo. Wow, oh. Groene hoor. Nice. Ja. Nou, wij gaan weer even verder, want het is leuk. Mooie Dutch YouTube Gathering poster trouwens. Oh my god. Oké, wij gaan nog even verder met filmen en ja, niks. We gaan verder met filmen. Dat was op... Hij hoort me alweer, die hond. Oh my god. Het was de opnamedag met Lisa. Lisa Vundrink. Lisa Rundervink. Lisa, hoe vond je het gaan? Goed, wat leuk en gezellig. Heel leuke video's opgenomen. Ja, nou ja, precies dat. Het is nu inmiddels bijna 4 uur, dus het is maar weer tijd om naar huis te gaan. Lekker weer met de trein. Het is nog steeds super stormachtig, dus ik hoop dat alles rijdt. Want er is een grote kans dat gewoon alle treinen gewoon weer... vervallen, dat er een van een boom op de rails is gewaaid, weet je wel. Maar dat zien we zo allemaal wel. Jongens en meisjes, super erg bedankt voor het kijken naar deze Cine vlog. Ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog. Heb ik dat net niet al gezegd? Ik zou zeggen, doe in ieder geval een duimpje omhoog en abonneer je ook op mijn kanaal als je hier nieuw bent. En abonneer je ook op Lisa de kanaal. Linkje staat in de beschrijving, want we hebben ook een paar video's samengemaakt, dus check die ook zeker even. En jongens, ik zou zeggen, tot volgende week vrijdag. Ciao! Ciao!